Agent Dubbel 270, we hebben een nieuwe opdracht voor u. We verwachten je op het kantoor. Oké, ik kom eraan. Kan de wereld nu niet gewoon één dag gered blijven? Dubbel 270. De levens van die medeagenten staan op spel. Wij al. Deze twee agenten staan nog maar net in het veld. En ze zijn gevangen genomen tijdens een van hun eerste missies. Snap je? Ja, maar ik ben aan het opletten. Zo. Kittelt dat? Zijn er al aanwijzingen? Wel nu, een van onze correspondenten weet waar ze worden vastgehouden, maar dat is te gevoelige informatie om over de telefoon te bellen. Je gaat hem ontmoeten op een feestje en je gaat hem herkennen aan zijn extravagante kleding. Zijn er al coole gadgets? Tuurlijk zijn er coole gadgets. Geweldig, geweldig! En waarom is het juist veranderd als broodrooster? Wel, je moest maar eens weten wanneer je in keukengerelateerde toestanden komt en je zo'n prachtige groot vuurwapen nodig hebt, hè? Ja. Ik zal het zeker onthouden, professor. Ja, kom mee. We hebben nog heel veel in de aanbieding, hoor. Hè. Want misschien iets meer oldschool, misschien meer uw stijl. Je weet nog vroeger in spionagefilms, de vangnettechnologie. We hebben die geperfectioneerd hier. We zullen die zien, hè. We hebben die laten inbouwen in uw horloge. Interessant. Zalig! Ja. Werkt geweldig. Kom. Iets? Ja, tuurlijk. Kom maar mee. We hebben nog één ding. Ik moet zeggen, daar zijn we heel trots op. Nieuwe vooruitgang in de vermommingstechnologie. Dat is de allesmantel. We hebben die er toegepast. Die zorgt ervoor dat je kunt veranderen in alle personages of elk ding dat je maar wilt zijn. Ben benieuwd. De laatste dingen kan ik wel eens nodig hebben. Ja, sommige gadgets kunnen toch de natuur alleen maar geven, hè? Kun je alles in mijn koffer laten inpakken? Ik moet dringend vertrekken naar een feestje. Ik regel het. Rufke, merci. Dus ik zoek iemand in een extra vagante kleding. Hey, knappe meneer. U heb ik hier nog niet zo vaak gezien. Wat is uw naam? Meneer Uitbroek. Meneer Uitbroek. Meneer? Sexy. Nee, dat was niet. Allee,
Come on. Slip inside the eye of your mind. Allee. Wat was dat nou weer? Heeft het leven dan meer glans zonder mij? Allee. Nee. Kom aan, je weet het. Allee. Ja, ik weet. Stay alive. 2-7-2-0. Ja, ik heb informatie van u. Sava? Ja, Sava, wat denkt u nu zelf? Tuurlijk niet, Sava. Ja. Ja, zie maar, hè. Dat is natuurlijk wel minder. Ja, minder. Maar eigenlijk valt het wel mee. Ik wil je net voorstellen aan iemand. Hoe voorstellen aan iemand? Pas, voorstellen aan wie? Dag, agent 2270. U weet het misschien niet, maar we zijn... Ja, onnozel waaf! Dankzij u is heel mijn intel naar de knoppen, hè? Ja, oké. Okay. Maar wat ik dus ging zeggen, we zijn collega's. Hè? Hè? Dus die twee mannen op dat feest, die waren op zoek naar u. Die waren in het voordeel van de verrassing. Je had die toen niet aangekund. Ja, en hadden niet even kunnen zeggen dan, of... Ja, ik was zelf ook helemaal undercover, hè? Oeh, jij wacht undercover. Ja. Agent 2270. Wij werken voor dezelfde mensen. Dat betekent ook dat wij dezelfde gadgets hebben. Akkes! Alfagast! Vetzak! Luistert even naar mij. Waarvoor ik u eigenlijk wou spreken is eigenlijk heel simpel. De zaak waaraan ik aan het werken ben, heeft denk ik iets te maken met die van u. Ik heb hier een briefje. Met coördinaten op ofzo, maar... Ik weet niet hoe... Kom, geef dat hier. Komt dus van alle tamme reden. De baas heeft gezegd dat je buiten op wacht moet gaan staan, ja. Ik werk hier nu al 25 jaar. Ik heb mijn collega's keigeir. Ik stuur nog iedereen altijd verjaardagskaartjes. Maar alle verjaardag ken ik niet.
agent 2270 en hulp je. Collega. Kijk eens aan, nog net op tijd. Jullie hebben nog 2 uur voor ik deze raket naar jullie geheime spionnenbasis stuur. En dat met jullie 2 vrienden aan. Natuurlijk, tijd is relatief. Wat dachten jullie van 2 minuten? Op die gasten los! Ik heb een paswoord nodig. Is er geen andere manier om door die deur te geraken? Nee, ik heb helemaal niks te merken. Of wacht, misschien nog wel. De laser brandt er alles toe. Nee. Ik kan niks doen. Ik kan alleen een timer verkorten. Kom aan. Ja. Mannetjes, we hebben geen tijd meer. Wat moeten we nu doen? Ik heb een idee. Wij hingen langs 2 kanten van die raket. Als er maar 1 aan hangt, dan valt de raket uit balans. Dus, eigenlijk moet je het gewicht gewoon aan de ene kant hangen. Ja. En dan wordt die raket uit zijn baan afgeleid. Amai. Ik heb echt zo raar gedroomd. Ah, Coco. Wat doe jij hier bij mij in bed? Ah, kijk. We vliegen naar de geheime spionnenbasis. Of ergens anders. Dat is ook goed. Het is weer zo'n goede zondag, hè. Oh, dat heet een boppie, hè. Huh? Wat is dat dan? Ja, baas. Wacht voor dat ik u stoor. Ik heb hier een envelop aangekregen. Met mijn naam op, maar... Jij hebt enig idee waarvoor dat is? Ah, dat is voor uw volgende opdracht. Kom maar naar het hoofdkwartier. Oké.
werk dan met mijn geheime tas. Met een geheime boodschap, die je daar net al een stuk hebt gezien. Even genoeg. Spannend. Wat lees ik hier? Kratos Leidensproef, 2019-2020. Iemand geïnteresseerd? Oké, dan beginnen we eraan. Ik heb mijn geheime organisatie speciaal voor jullie klaargestoomd om een nieuwe leidingsproef te vormen. Hier komt voor de dabbers Jarne Meijleman, Stef Nevensteen, Jon van Parijs, Jeroen van Heertum, Simon Dreslaars. En dan ga ik nu over naar de agenten die de speelgoed gaan verwennen. Bo Kips, Jarek Torfs, Thomas Michieu, Daan Lenege en Wallace Bauer. En dan beginnen we aan de rakkersleiding. Ruben Glacé, Stef Kios, Winton Torfs, nog een klein beetje te gaan, de toppersleiding. En dat is Michiel Gios, Laurens Pecheu, Ruben Verwind, Jeroen Engelpoel, Sieber Ledege. Ja, en dan voor de kerels. Gijs Ledege, Steven Verschuren, Robben Vervoort. Wouter de Wachter en tenslotte nog Ruben Torres. Dit is uw leidingsgroep 2019-2020. Maar bij iedere leidingsgroepvoorstelling is er ook altijd een afscheid van een aantal leiding. Die ons vaarwel zegt Jonas van Omen, Jelle van Vlerken, Niels Klee, Sarah Drijboos, Arne Wagemans.